Welkom bij de nieuwe wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardenwijk en vandaag ga ik met Ad van Brugge in gesprek over een brief die hij onlangs schreef aan de minister van Onderwijs, de Onderwijsinspectie en Universiteiten over de verwaarlozing van het Nederlands als academische taal. Ja, Jelle. Ja, die brief schreef je namens Beter Onderwijs Nederland. Ja. En die gaat eigenlijk, of de bedoeling ervan, als ik het goed begrijp, is eigenlijk om de minister, de Onderwijsinspectie en de universiteiten, dus degene die die universiteiten besturen, dat is uiteindelijk ook uh, de groep van hoogleraren die daar werkt, ja. uh, nog eens een keer de argumenten te geven uh, die Beter Onderwijs, Beter Onderwijs Nederland formuleert, uh, tegen de dominantie van het Engels op universiteiten, dus ja. niet tegen het Engels, maar tegen ja. de dominantie ervan. Ja. Dat is een belangrijk verschil. Ja, ja. wat uh, mij ook wil zeggen, de doorgeslagen ver, uh, verengelsing van de universiteiten in de afgelopen uh, tien jaar, met name de laatste jaren, zie je dat dat in een echt in een uh, gaat. Overigens, de wie eren toekomt, Felix Huigen heeft een groot deel van deze brief uh, voor zijn rekening uh, uh, genomen. Uh, wat, de, wat de redactie betreft. En uh, inhoudelijk hebben we het natuurlijk onderling uh, ja. afgestemd. Maar Felix kon hier uh, helaas niet aanwezig zijn. Nee, Felix uh, dus, uh, dus ik voer het woord. Uh, ja. hè, maar we hebben het samen uh, gedaan. Hij heeft het uh, voor een groot deel op schrift gesteld. Waarvoor uh, ook nog een keer mijn uh, waardering. Uh, maar inderdaad, we hebben als Bon uh, dit uh, naar buiten gebracht. Dus denk ik goed om even kort. Uh, in herinnering te brengen wat de geschiedenis hiervan is. Ik heb in 2015 eigenlijk voor het eerst een vrij lijvig artikel geschreven in de NRC Handelsblad. Dat was toen een, ja, het, eigenlijk het aankaarten van een ontwikkeling die ik op dat moment al waarnam. En, en het, eigenlijk, het analyseren van wat nou de argumenten zijn tegen die. Doorgeslagen verengelsing. Want even voor de duidelijkheid: het gaat niet over het gebruik van Engels op de universiteit. Het gaat over eigenlijk het, het helemaal omvormen van die universiteit tot een ja, Engelstalig instituut. En waarin je ziet dat eigenlijk een heel groot deel van het onderwijs Engelstalig wordt ook gewoon van de jongens en meisjes 18 jaar die binnenkomen. En maar dat zelfs ook uh, eigenlijk bestuurlijk taal Engels wordt. En dat we ja, op die manier eigenlijk Nederlands binnen. Uh, die instellingen uh, verwaarlozen, om, om, om niet te zeggen actief. Uitroeien. Uh, tegenwerken en zelfs uitroeien. Ja, uh, en, um, nou, dat, is, uh, dat, dat is destijds al aangekaart. Uh, we hebben vervolgens uh, gezien dat uh, ja, de politiek uh, niet echt in actie kwam. Hè, want het was toen ook een, een, een brief met een, uh, een manifest dat ondertekend was door uh, echt honderden, uh, ook, ook academici, ook leraren. Er um, is een grote handtekeningenactie ook wij, geweest. Maar je ziet dat de politiek op dat moment niet in, in, in actie komt. Er is wel um, een keer een hoorzitting geweest, zoals dat gaat. Hè. Is, de, de inspraak uh, wordt, wordt georganiseerd. Maar, maar feitelijk uh, veranderde niets. En zie je juist dat de universiteiten versneld doorgaan. Dus dat is de ironie. Hè. Terwijl het een, een maatschappelijk thema begint te worden, zie je. En, en wat uh, vooral uh, dan heel zorgwekkend is. Dat uh, mensen uh, niet alleen maar de masteropleidingen, want die zijn nagenoeg allemaal Engels al geworden, en maar ook de bacheloropleidingen, gewoon de, de, de eerste drie jaar van de, de academische opleiding, dat men die ook helemaal uh, Engelstalig uh, maakt. En er zijn allerlei hele goede argumenten te geven waarom dat niet goed is. Uh, en bovendien dat het ook al een, een reuze uh, uh, ja, ondermijnend is eigenlijk voor um, zou ik het zeggen, de legitimiteit van een. Een universiteit die met publieke middelen wordt gefinancierd. Want we zien dat inmiddels meer dan 40% van de instroom van de nieuwe studenten afkomstig is uit het buitenland. En dan heb je natuurlijk ook landen van Europa, maar inmiddels ook allerlei Aziatische landen vooral. Nou, en dat is, dat is iets wat, wat ook een enorme druk legt op de universiteiten. De werkdruk voor docenten. En maar ook... Um, um... Ja, de daardoor verplichte verandering van de curriculuminhoud. Ja, ja. Kunt... curriculum-inhoud die wordt veranderd. Je kunt, en... je kunt lastig over de toeslagenaffaire beginnen bijvoorbeeld. Ja. Daar heeft iemand ja. uit Roemenië of Italië ja. niet over gehoord. Ja, dus je, je ontkoppelt die, die, eigenlijk de universiteit van zijn omgeving. En dat is uh, waar wij ook echt uh, hele uh, zware bedenkingen bij hebben. Uh, sterker nog, we dat vinden dat eigenlijk ontoelaatbaar. Uh, voor een publiek gefinancierde universiteit. Kijk, als je privaat wat wil doen... Dan, dan moet je, dat mag iedereen doen wat hij wil. Maar als je met een publieke instelling hebt. Waar, waar miljarden uh, belastinggeld naartoe gaan. dan wil je ook wel dat daar de connectie blijft bewaard. met die omgeving. met de bestuurlijke wereld. Hè, uh, die toch ook nog steeds volop in het Nederlands uh, uh, vorm krijgt. Uh, hoewel je daar ook al allerlei perverse effecten uh, kunt waarnemen. Uh, maar, maar ook. Um, ja, met, uh, met natuurlijk heel de, het, het, uh, het achterland van uh, bedrijfsleven en samenleving. En, daar, en dan ja. hebben we het nog niet eens gehad over de, de belasting uh, uh, op, op steden. En, want naast alle economische voordelen die steden er natuurlijk in hebben, want die krijgt gewoon leg maar, extra consumenten binnen, die, ja. zo kijken ze ernaar. Levendigheid? Ja, een bepaald soort levendigheid, ja, maar die met studentensteden heb je die sowieso wel, hoor. Het gaat natuurlijk nu om hele grote aantallen die je binnenkrijgt, hè. Dus dat is uh, meer ja. iets van 100, 130, 140.000, uh, 150, ik weet, ik weet niet... Ja, in Amsterdam, uh, bijvoorbeeld. Uh, in, in Amsterdam, dus een, een, een reusachtig contingent. En normaal ja. is zijn er helemaal niet op tegen... Alleen het is uit evenwicht geraakt, ja. disproportioneel. Er is geen enkel land ter wereld en ook in Europa wat dit doet. Ja. En al die studenten die, die, die komen met publieke middelen, leven in een uh, Engelstalige bubbel. Hè, waarin ze, je merkt dat ook uh, in Amsterdam. Ook op de campus ook. ook op de campus. Ja. Ze hebben geen idee meer uh, wat nou eigenlijk de kwesties zijn in de, de naaste omgeving nee. die spelen. Worden ze ook niet uitgenodigd? Hè? Nee, de docenten ze niet... doen ook hun best niet. Die zijn al lang over ja. Ze ja. leven in eigen kamers, circuits... Het ja, nee, is dus... ook een groot probleem dat ze dus uh, zorgen dat Nederlandse studenten niet meer op kamers kunnen. Nou, dat, dat wou ik dus zeggen. Dus die belasting van die steden. Je ziet dus ook, en ik, ik maak me er erg zorgen om dat, dat uh, ja, eigenlijk de huisvesting voor, uh, voor studenten, uh, ook Nederlandse studenten, juist heel moeilijk is geworden. Omdat al die buitenlandse studenten ook voor, voor, uh, voorkeursbehandeling krijgen. Want ja, die kunnen niet uh, heen en weer reizen. Dus... En je ziet dat, uh, dat het voor, voor heel veel Nederlandse studenten lastig wordt... om een betaalbare kamer uh, nog te vinden. Die blijven dus thuis bij hun ouders wonen. Daarmee verandert dus ook heel de, de existentiële betekenis van, uh, de van studeren. Ja. De transitie, het huis uit, ja, je eigen leven worden. opbouwen. Dus de, de, de echt, een, echt een rite passage, een overgangsritueel dat verdwijnt. En... Um, en daar kwam ik uh, recentelijk achter. Je ziet dus dat studenten ook uh, daardoor minder goed presteren. Want ja, wanneer je college bijvoorbeeld om 9 uur laat beginnen, uh, en, en je hebt uh, studenten die een reistijd hebben van inmiddels soms anderhalf uur of twee uur, uh, ja, dan, uh, dan, dan zijn ze eigenlijk uh, niet meer bij machten of niet van zins om al om uh, half zeven op te gaan staan om te zorgen dat ze. Om zeven uur uh, op dat college zijn of ze hebben het openbaar vervoer niet, wat ja. goed aansluit. Hetzelfde dus geldt voor het... avondcollege, dat wordt allemaal ingewikkelder. Ja, dat wordt allemaal lastig. Ad ja. in de brief laten jij en Felix Huigen ook goed zien dat het een uh, onwettelijke beweging is. Ja. Uh, dus de mensen kunnen dat zelf ook nalezen. Ja. Dus in de wet is in Nederland geborgd... dat het academisch onderwijs studenten opleidt om in het Nederlands op academisch niveau te kunnen opereren. Ja. Dat leert de universiteit dus verder niet meer aan. Uh, maar ik wil het gesprek over een andere boel gooien dan de brief. Ja, okay. uh, uh, die dominantie van het Engels, wanneer ik daarover spreek met vrienden... of gewoon uh, in de collegezaal zelf, dan is er altijd één argument dat ik terughoor... en dat wil ik graag met jou bespreken, om ja. het gewoon eens af te pellen. En dat ja. is eigenlijk kort gezegd dat Engels jellen, dat is toch de lingua franca van deze tijd. Het is toch eigenlijk zo dat wetenschappers met elkaar in het Engels uh, publiceren, converseren. Dus wat is er nou mis mee mm. uh, dat dat Nederlands echt op een tweede spoor komt? Misschien zelfs op een derde spoor en dat het meer en meer om het Engels draait. De wereld wordt steeds, raakt steeds meer vervlochten, zeker voor opgeleide. en is dit niet gewoon de taal die ja, het bijna darwinistisch ja, die het, gewonnen heeft? Die het gewonnen heeft, ja. Um, nou ja, dat, dat uh, het, het Engels inderdaad een, een soort uh, koekoeksjongen is, dat, uh, dat is duidelijk. Hè? Dus waar het binnenkomt, daar uh, verdrijft het ook uh, zijn concurrenten... en gooit het hier het nest uit, dus... dus Um, dat is helder. Um, dus het is inderdaad een zeer uh, uh, succesvolle taal in dat opzicht. En um, ik heb ook niets tegen het Engels. Sterker nog, ik vind het prachtig. Ik, uh, ik, 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 le ik lees in het Engels. Ik kijk ook uh, televisieseries in het Engels. Uh, luister podcasts in het Engels. Ik, ik uh, af en toe uh, 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 met regelmaat doseer ik ook in het Engels. Um, maar de, 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 de grote vraag is, zeker vanuit een cultuurfilosofisch perspectief, wat betekent dit? Wat, 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 hè? Wat, 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 wat gebeurt er hierdoor? En ik denk, um, uh, nou, een paar uh, argumenten. Dat iets een lingua franca is, betekent nog niet dat uh, je je eigen taal vervolgens zou moeten verwaarlozen. Dus het is niet of-of. Je ziet dat er heel, heel vaak een, een, een scherpe tegenstelling wordt gemaakt van het is of Nederlands of Engels. Nou, dat hoeft helemaal niet. Um, eh, 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 dat is het eerste. Je kunt natuurlijk prima uh, zorgen voor een um, redelijk afgewogen pakket, waarin uh, mensen ook tijdens hun studie uh, ook nog een uh, behoorlijk goed Engels uh, uh, leren spreken. Um, en, en je dat ook uh, actief uh, uh, propageert. En overigens is het niet zo dat wij het internationaal tot dusver zo slecht hebben gedaan met onze, uh, uh, al onze bestuurders, politici. Ze zijn altijd al de wereld overgegaan. Rutte is populair in Europa. Dan kan je zeggen: ach, en Engelsen laat wel erg te wensen over. Maar voor um, um, uh, Europese begrippen. Um, uh, doet hij het behoorlijk goed en is het niet zo dat hij buitenspel staat? Uh, dus het, was, het is niet zo dat wij vroeger, dus allemaal losers zijn geweest, om het maar eens in goed Engels te zeggen, omdat wij geen Engelstalige academische opleiding hebben gehad. Hè? Dat, is, dat, is, dat is één. Tweede is um, dat je ook ziet dat uh, uh, de, de, waar het gaat om uh, die studenten, uh, een groot deel natuurlijk helemaal niet in de wetenschap terechtkomt. Um, Daar hebben we het echt over. Ik, 1% Precies, dus we hebben het over een. Dus heel de suggestie: van we zijn met wetenschap bezig, is een, is een giller. Uh, het is een giller. Een groot gedeelte van de studenten is überhaupt niet wetenschappelijk geïnteresseerd. Dat is gewoon de realiteit. Uh, die wil gewoon zijn opleiding doen en die gaat werken. Ja. Die. Um, dus die, die, dat betekent natuurlijk niet dat je ze um, niet in aanraking moet brengen met die wetenschap. Maar het is niet dat die een wetenschappelijke carrière ambiëren. ambiëren die, die werken gewoon een lesstof door, die doen tentamen. En, en, dan, en dan is het de vraag, goh, hoe wil je dan dat die mensen op de arbeidsmarkt terechtkomen? Hoe, hoe wil je dat die op ministeries gaan werken, bij de semi-overheid? En er zijn heel veel hoogopgeleiden komen bij de overheid, semi-overheid uh, terecht... Um, uh, of ook gewoon in het midden, een midden- en kleinbedrijf. Ja. Ja, toch ook een, de, een van de grootste werkgevers. Ja. Um, de, en dan wil je dat ze in ieder geval um, uh, het Nederlands in woord en geschrift goed beheersen. Want ze moeten daar met mensen samenwerken, ze moeten ook met minder hoogopgeleide samenwerken. Ze moeten begrijpen wat er in die samenleving Gebeurt, ze moeten met gemeentes in overleg. En dit is geen klein iets. hè? Ja, ik nee. interbeer even, want het is echt een heel groot iets. Ik denk dat heel veel mensen zich uh, ergeren aan hun leidinggevende. Dat, dat de ja. hoogopgeleide al lang niet meer iemand is waar je zomaar vanuit die achtergrond van diegene heeft gestudeerd respect voor hebt. Eigenlijk meer in tegendeel. Ja. De, de vervreemding van de, van de hoogopgeleide van de gewone mensen, niet meer ja. hun oren te luisteren kunnen leggen bij de mensen. Ja. Niet meer de taal spreken. Dus ja, het hele conflict ja. uh, rond managers. En, en Volgens mij is het nog steeds zo dat het onderzoek laat zien dat mensen zich vooral aan één ding irriteren op hun werk. Dat is hun, dat is hun leidinggevende. En ja? ja, dat heeft ja. ook te maken met die taal. Het is natuurlijk meer dan alleen maar Engels of ja. en Nederlands. Er zit ja. meer, meer gevoeligheid in. Ja. Maar dat Engels zit er wel tussenin. Ja, ab absoluut. Dus, dus uh, ik werk met de filosofische school natuurlijk ook heel vaak samen met uh, nou ja, mensen uit de wereld van bestuur, beleid, bedrijfsleven. En, en uh, wat je toch vaak te horen krijgt. Is het grote belang van um, uh, een, een gedeelde taal. En dan heb ik het niet alleen maar over een, een landstaal die je spreekt, maar ook, ook echt over uh, verstaan wij elkaar. En zie ik waar die ander mee worstelt? Kan ik de juiste woorden vinden om dat uh, te benoemen, en, 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 en uh, leren wij elkaar daardoor begrijpen. Dus juist in een tijd van ICT, informatie en communicatietechnologie is het investeren in taal en in meertaligheid... en in verschillende taalregisters... is, is van het grootste belang. Ja, dat, dat haakt even terug naar het eerste punt... wat je maakte over die meertaligheid... Uh... Ik denk wel eens dat mensen buiten de universiteit uh, naar de universiteit kijken als een plek waar je ook veel bezig bent met het onderwijzen van taal. Maar dat vind ik nou de grap aan, het, aan de dominantie van het Engels. Nee, daar doen er niks aan. Doen we doen nee. er niks aan. Nee. Dus je ziet dat zowel docenten vaak in halfbakken Engels spreken. Dat kunnen ze dan wel beter en beter omdat ja. ze al langer, ja, zeg maar, jaar of vijf of tien in het Engels moeten publiceren. Dus op een goed moment kun je dat ook wel spreken. Maar ja, ik kan me nog herinneren de leraren die ik op de middelbare school had, die, die spraken echt mooi Engels. Dat is, ja. ik, mijn collega's zie ik dat echt nee. niet doen. En ja, maar dat kan ook helemaal niet. Vroeger hè, had je een opleiding van, van vijf jaar... Hè, wilde je uh, uh, thuis zijn in de Engelse taal en cultuur. Hè, en, en wij investeren daar nu niet of nauwelijks in. En we verwachten dan dat mensen allemaal goed Engels gaan spreken. Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar die, ook, ook voor die studenten, maar dat is ook wel goed voor de mensen thuis om te weten. Als je dus aan de universiteit studeert, het is niet zo dat je een college Engels volgt. Nee. Maar vervolgens ga je wel bedrijfskunde, bestuurskunde ja. of geneeskunde in het Engels aflopen. Dus ja. dat, er is een, uh, de, uh, Het wordt eigenlijk verondersteld dat je dat Engels beheerst. En het gevolg daarvan is dat je in een soort halfbak in Engels, wij hebben dat wel eens globbish genoemd. Ja. En eigenlijk zou je moeten zeggen globaals. Ja, dus, 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 dus er dat wordt een... onderwezen en gestudeerd in het globaals. En dat is een, een taalvariant taal van het Engels. De ja. Nederlandse, ja. De Nederlandse ja. variant. Zegt twee, 3000 woorden met nog wat vocabulair van ja. 500 woorden erbij. En dat is eigenlijk een taal dus die uh, in minder woorden, uh, uit minder woorden bestaat dan een gewone krant. Absoluut. Nee, veel minder. Dus, veel de, minder. dus dat is interessant om je te realiseren. Ja. Dat, 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 dat we dus... Op de universiteit een college geven, een taal die eigenlijk schraler is dan de taal waarin de Volkskrant geschreven is, bijvoorbeeld. Ja, ja. nee, veel, veel schraler. En sterker nog, het is ook niet wenselijk dat die taal te rijk wordt, want daar neemt het begrip af. Dus dat is ook gewoon onderzoek naar gedaan. Dus op het moment dat jij, laten we zeggen, als native speaker met een enorme taalrijkdom je stof gaat presenteren. Dan wordt het minder goed begrepen door de, door de studenten, omdat ze simpelweg eh, die woordenschat niet beheersen. Dus eh, dan wordt het veel associatiever. Eh, dus dus eh, je kan zeggen, nou ja, dat is een kwestie van tijd. Eh, maar ook daar moet je dan eh, niet onderschatten. De, de taal waarmee je eh, opgroeit, eh, die je aan de keukentafel eh, spreekt, waarmee je met je vriendjes spreekt, die heeft een hele. Uh, gevoelsmatige sterke uh, betekenisdimensie. Dus dit, dat, 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 dat voel je in je vezels in zekere zin. En, en dat en, komt ook in uit, tot uitdrukking in woordgrapjes, woord, absolute. woordcreativiteit, uh, sub subtiliteiten, ironie. Ja. Uh, uh, dat, dat iemand de verkeerde woorden gebruikt uh, uh, ja. of of, welk, of uh, uh, wat voor soort mens het is. Uh, dus dus. Um, dat vind ja. ik zo grappig ook hè? Uh, als je bijvoorbeeld mensen uit Oost-Europa uh, hoort spreken um, uh, die, die als persoonlijkheid klinken die in eerste instantie allemaal hetzelfde je? Oh, ja, dat is uh, uh, omdat je niet je, je hebt als het ware niet meer uh, de, uh, de, de taalregisters en de toon waardoor je dus zo'n persoon herkent in hoe die spreekt ja. dus er komen een soort schablonen en dat is niet voor niets, dat is ook hoe de begrepen wordt dus schabloonachtig nou. Meer impressionistisch. Stereotypisch. Stereotypisch. En um, de, ja, ik, dus ik denk ook dat in uh, de huidige uh, bestuursproblematiek. Uh, kijk eens hoe belangrijk die toespraak van, van Remkes was. Ja. En als ja. je dat nou qua taal eens vergelijkt met hoe Sigrid Kaag spreekt. Ja. dan vind ik dat het verschil um, formeel gesproken nog niet eens zo groot is, weet je dat? Dus ze spreken in goede, correcte zinnen. Mm. Er zit best wat vindingrijke uh, woordkeuze in. Ook bij ja. Remkes. Dat is echt geen, geen platte jongen. Dat, nee. die, die, die beheerst het Nederlands heel goed. Dat hoorde je ook hoe hij zo ja. voor de vuist weg uh, tussendoor met de media sprak. En toen hij zijn eigen rapport voor een deel voorlas, dacht je ook van dit, is, dit heeft hij zelf geschreven. Ja. En bij Kages dat, maar het is toch zo'n wereld van verschil. Haar keurige... Ja. Uh, toon uh, de aardappel in haar deel. Nou ja, dat, is, dat, is de, dat is ook een heel de retorische dimensie van het uh, spreken. Ja. Waar we uh, nou, proberen onze, ja. onze leergangen uh, bij, de, bij de school ook heel veel aandacht aan besteden. En ook trouwens bij de master, uh, filosofie van cultuur en bestuur. Uh, dus dat, dat het, het belang van um, ja, de, de, de welsprekendheid. Zo te spreken dat je woorden aankomen... Uh, dat je je publiek weet te bereiken, uh, dat niet alleen een redenering staat, maar ook dat het gevoel erbij klopt. En dat je dat je houding uh, ook, ook daaruit spreekt. En, en dat was, dat zag je bij Remke, dat was ongelooflijk belangrijk. En, en dat zijn dus vaardigheden die juist ook in de wereld van bestuur uh, heel belangrijk zijn. En, en uh, nou, waar wij dus ook op wijzen, is dat uh, ja, door die verwaarlozing van taal, in, in zijn algemeenheid, hè? want ook het Engels wordt niet uh, voldoende uh, dus, uh, geleerd. En maar het is echt een taalverwaarlozing door de eenzijdigheid van de, de talige opleiding. En je krijgt ook, je, maar, ja, ook geen contact meer bijvoorbeeld met Duits, Frans, of, het is eigenlijk alleen nog maar Engels. Ja. Um, uh, verschraalt dus ook eigenlijk die taalrijkdom van die studenten, die, die, die gevoeligheid ook voor die verschillende talen. En leren ze zelf hun eigen taal niet meer goed. En ze komen dus eigenlijk um, ja, op een, op een uh, manier ook op de arbeidsmarkt... waarin ze dit, dit uh, taalvermogen, in, in de meest brede zin van het woord... Ja, gewoon niet goed hebben uh, ontwikkeld. En dan worden ze dus cliché-medewerkers. Oh, ja, dus, uh, massa mensen, one-dimensional men. Ja, yeah, is, is de beweging van de eendimensionale mens... Ja, die, die inderdaad uh, ook niet meer de, de, de verschillen heeft leren kennen. Ik behandel op mijn colleges ook echt nog bijvoorbeeld Duitse teksten. Waarom je voelt dat dat een andere wereld is. Hè? En, en het is de kunst ook om dat natuurlijk uh, op te merken, maar ook onder woorden te brengen. Ja. En da daar nog een, een, ja, een zekere gevoeligheid voor te ontwikkelen. Ja. Hé, hey, Als ik uh, begrijp dat we dit gesprek nog iets uh, kunnen uitbreiden. Uh, en daarom wil ik nog even terug naar die lingua franca vraag en ook ja. de geschiedenis erbij betrekken. Mm -hmm. En uh, ik zal even uh, toelichten wat ik in gedacht. heb. Kan jij dat weer uh, verder uitpakken? Kijk, uh, toen het Nederlands werd geïntroduceerd aan de universiteiten, mid-19e eeuw, dus, uh, Torbecker heeft daar onder andere een mm -hmm. belangrijke rol in gespeeld, die zelf ja. trouwens nog in de Latijn promoveerde, ja. nog boeken in het Duits schreef. Dat liep heel lang door in Nederland, hè, overigens. We, we hebben altijd hier vanuit een soort regenteske achtergrond de behoefte gehad dat... Hoger opgeleide, een eigen taalspraak, of het nou Frans of Latijn uh, was, en dat dat keert uh, in mijn optiek keert dat ook weer terug. Maar goed, ga verder. Ja, nee, dan ja. kunnen we zo verder, ja. verder uitpakken. Ik denk dat het namelijk een belangrijk onderdeel is van de problematiek, hè? de verhouding ja. elite-volk. Absoluut. Um, maar eigenlijk heeft Nederland een veel langere traditie, veel verder teruggaan dan de 19e eeuw, van het serieus nemen van de eigen taal en niet zozeer in relatie tot de arbeidsmarkt, maar in relatie tot jezelf. Dus in het protestantisme zien we een geloof dat ook een keer maakt dat mensen uh, ja. verondersteld worden zelf de studie te kunnen maken van de Bijbel ja. in, in de, in de moederstaal, uh, via, via uh, Duits. Dus het is de beweging van de, van de Reformatoren, van Luther en Calvin, die mogelijk maakt dat de Bijbel toegankelijk is voor ja. normale mensen. En de voor, volkstaal. Ook en... voor vrouwen bijvoorbeeld. Ja. En uh, toen nog een belangrijk thema, uh, altijd nog een belangrijk thema, maar toen natuurlijk in die zin dat ja, geloof ook echt een. Niet alleen een aristocratisch iets was, maar ook een mannelijk iets. Zeker, ja, dus ja. De, de geloof uh, opende natuurlijk ook uh, intuïties, uh, manieren manier van kijken naar de wereld. En daarmee, door dat bestuderen van die Bijbel, keek je ook breder om uh, naar, uh, naar de wereld. Dus dat mm -hmm. maakte mensen wakkerder, mensen bewuster van de wereld, konden ze ook andere dingen gaan bestuderen. Ja. Dus het Nederlands heeft een enorme emancipatoire rol vervuld. Mm -hmm. Maar dat is nog in religiegeschiedenis. Ja. Maar in de wetenschappen is dat natuurlijk ook zo geweest. Ja. Dus de wetenschap die toegankelijk wordt voor mensen die um, uh, gewoon een burger zijn en kunnen studeren in de taal waarin ze zijn opgevoed. Dat, dat, dat was overigens precies ook um, um, een van de argumenten tijdens de verlichting. Uh, de verlichting, um, Leibniz bijvoorbeeld schrijft nog in het Frans. Uh, die uh, uh, heeft het Duits eigenlijk uh, ja, niet als, als filosofentaal al in, de, in, in, in het vizier, komt wel. Maar je ziet in het hele overgang bijvoorbeeld naar Kant. Nou, heel, en, en ook Wolf en zo, een hele school. Maar in die periode Kant. En dan krijg je later natuurlijk Fichte en, en Schelling, Hegel. En, maar dan zie je dus dat dat Duits ook uh, ja, echt academisch wordt ontwikkeld. En, en, en dat er dan ook van alles tot bloei komt. Omdat zo'n zo eigen taal natuurlijk ook weer... Um, uh, ja, nieuwe uitdrukkingsmogelijkheden geeft, andere dan het Frans, uh, andere dan het Engels. En, maar je, en dat had een, echt, ook toen een emancipatoire bet uh, uh, betekenis. Uh, dus men, men wilde op die manier, uh, zeker de verlichtingsdenkers, uh, zorgen dat uh, ja, het volk en de burgerij um, uh, ja, kennis kon nemen en, en ook uh, verrijkt werd. Met, uh, ...met gedachtegoed uit uh, uh, ja, de wereld van de geest. Ja. En dat betekent dus heel concreet dat je een tijdschrift bijvoorbeeld kunt lezen met een nieuw onderzoek. Ja. En dat je in staat bent om dat ja. te bestuderen, omdat je de taal zelf uh, op hoog niveau beheerst. Ja. En, dat, en dat vind ik zelf soms al is ingewikkeld. En ik publiceer zelf ook in het Engels, dus ik kan het best wel ja. goed. Sterker nog, ik denk dat ik er heel goed in ben. Maar toch, als je dan bijvoorbeeld zo'n corona-publicatie bekijkt... ...dan moet je even flink doorbijten, ook als wetenschapper zelf... Ja. Nou, nou is dat natuurlijk ook duidelijk niet meer specialisatie, maar ik heb inmiddels toch ook wel wat over gelezen. En dat blijft gewoon ingewikkeld. Absoluut. En als je dan gaat zoeken naar Nederlandstalige publicaties, wat denk ik voor uh, veel meer mensen ja. uh, een, een, een logische vervolgstap is als ze verder willen komen dan de krant en mm -hmm. YouTube, nou dan kom je gewoon, je stuit op niks. Er zijn gewoon heel weinig Nederlandse tijdschriften. Dus ja. die. Uh, dus, dus die, die geestelijke ontwikkeling die je ziet in Duitsland, uh, in Nederland, om het Nederlands te gaan gebruiken op universiteiten, die had ook concreet als gevolg dat je dus die tijdschriften kreeg waarin andere mensen ook die al lang afgestudeerd waren, die helemaal niet verder wilden in de wetenschap, ja. maar waar ze uh, hun kennis aan konden blijven eiken. Zeker, zeker. En, en uh, het zorgde er ook op die manier voor dat eigenlijk nieuwe gedachten, uh, soms ook met nieuwe woorden. Uh, ingang uh, uh, kregen in een, in een cultuurgemeenschap. Uh, dat, dat mensen dat gingen bezigen. Bedoel, er zijn allerlei voorbeelden van. Neem het simpele woord Gegenstand uh, in het Duits. Het komt gewoon uit de filosofie. Er nou, zijn veel meer woorden. Maar Gegenstand. Nou, dat is gewoon. Het uh, wordt heel veel gebezigd. Het is ons woord voorwerp. Maar het is een vertaling uh, van het, uh, het, het, uh, het Latijnse objectum. En daar hebben ze over nagedacht, en dat had met, uh, ook weer met de substantiegedachte te maken. Dus dan hebben ze gegen, steen, gegenstand. Dat uh, is één voorbeeld. En dan zie je dat zo'n taal dus verrijkt wordt. Hè, door, en, en dan komt dat nieuwe woord. Dat, dat vindt ingang. En uh, op die manier uh, ja, uh, de, 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 krijgen mensen eigenlijk ook vanuit die academische wereld, ook voor de gewone cultuur, van alles mee. Wat dus het resultaat is van een bepaalde geestelijke ja. ontwikkeling. Een leuk voorbeeld in dit verband, vind ik wiskunde. Het woord wiskunde. Ja, Simon Steven. Ja, die dat woord geef gebruikt. Ik, dat voorbeeld geef ik altijd. Ja. Ja, hij, heeft een hele, hij heeft ook het woord wijsbegeerte uh, uitgevonden. Ik bedoel, maar alles, loodlijn, uh, de, 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 ja. de rechthoek, de uh, hele taal die wij kennen... Ja. Uh, die, die ontlenen we aan Simon Steven. Dus die, die, die vertaalslag maakte. En, en ook speelde met de taal. Ja. Dat is natuurlijk ook prachtig eh, om, ik, om dat zo te doen. Leg, leg eens even kort uit hoe jij die wiskunde dan interpreteert. als een mooie toevoeging aan de Nederlandse taal. Want dat is. Ik wil dat ook wel doen, maar ik ben wel benieuwd. Oh nee, dus, dus kijk, uh, het had daar natuurlijk te maken. Het ging over met, mathematica en hij vertaalde ja, dat naar wiskunde. Met wiskunde, ja. Dus, dus er zit natuurlijk uh, zowel het weten in, hè, wissen en weten. maar het is ook het aspect van de zekerheid. Hè, dus het is de kennis die gewis is, hè, wis en waarachtig. Uh, eh, dus het is, uh, de, en en daar, daar speelt het thema dus van gewisheid. Het is echt de, echt de meest zekere vorm van kennis. Mm. Uh, dus het is het weten uh, par excellence, bij uitstek. Maar ook wel het weten als kunnen. De wiskunde. wiskunde. Ja, nee, het, is, het drukt ook het vermogen uit. Zoals dat. Uh, Bij natuurkunde. In staat zijn, Natuurkunde. Ja, ja. Uh, scheikunde. Uh, noem, noem maar op. Ja, op. Even terug naar mijn openingsvraag. Uh, je, ziet ja. dus, je, je hoort van veel mensen. Uh, 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 ja, maar is het niet toch een tijd waarin we naar een nieuwe uh, taal moeten overstappen? Uh, nieuwe lingua franca, nou, namelijk het Engels. Uh, als we nou parijs zetten, wat zijn daar nou eigenlijk. Tegenargumenten tegen, dan moeten we eerst maar vaststellen. Nou ja, het is ook best wel begrijpelijk dat ze dat uh, ja. bedenken. Hè? Dus ja. we leven in een periode van uh, globalisering. Dat is niet helemaal nieuw. Nee. We hebben altijd al, in, zeker in Nederland, al vanaf de 16e eeuw meegevaren op de golven van globalisering. Maar ja. nu zijn we meer dan eerder uh, geneigd om daar ook helemaal op over te stappen. Ja, ja, we nou, kijken perfect. Engelse series, uh, ja. we, we gamen in het Engels. Ja. Uh, ja, in die zin zie je wel een gelaagde uh, overname van het Nederlands door het Engels. Hè. Op het hoogste niveau de academie, die verengelst. Maar op een lager cultureel niveau de vernetflixing, die ook maakt dat het Nederlands als entertainmenttaal taal onderdrukt is. Ja, staat. Te, tegelijkertijd zie je natuurlijk dat, dat met name ook weer de laatste jaren. En bijvoorbeeld in de hele opkomst van uh, de Nederlandstalige popmuziek, dat een enorme. Ja. Behoefte is toch om, om ook in de eigen uh, volkstaal. allerlei culturele uh, uitingsvormen te, te nou, behouden. Rap. En, uh, ja. de, 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 nee, de rap is natuurlijk uh, enorm ja. uh, uh, bekend ja. ook. Um, en, en, maar ik denk het is ook. Kijk, het is een politieke keuze. Uh, en dat, 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 daarom schrijven we niet voor niets deze brief van de minister. Het is een politieke keuze. Um, kijk, als je het Nederlands wil bewaren, gewoon hier, yeah? dus in onze uh, cultuur. En als je zegt van we hechten aan uh, um, onze, onze democratie, we hechten aan Nederland, dan heeft dat gewoon bepaalde consequenties. Maar wat, nu, wat je nu zegt is heel cultureel hè? en dat ben ik het ook, vind ik heel mooi, maar kun je nog, nog een klein beetje afbellen dat het eigenlijk ook een sociologisch argument is? Ja, ja, ja nee, zeker, dat is belangrijk. Nee, maar, want anders gaan nee, maar, mensen anders gaan nee, maar, denken: ja, het gaat over traditie en cultuur, nee. maar het is dieper, want het gaat ja. dus ook over die emancipatie. Absoluut. Nee, kijk, dus, dus uh, om, om te beginnen, um, wanneer we nu vragen aan Nederlanders: eh, van, uh, wat is het nou het meest uh, wezenlijke kenmerk van je identiteit? Dan euh, zegt men massaal het onderzoek gedaan, dus het centraal Cultureel planbureau ook hè, Dus euh, euh, zegt men massaal Nederlands is van 85 procent. Dus, dus als we onszelf euh, een, een identiteit toekennen, dan is het die taal. Dat is punt één. Dat is tegelijkertijd. Dus kun je zeggen, god, dat is wel gek dat we nou in het hoogste onderwijs heel die identiteit gewoon gaan Ga schrappen. Identiteit is niet, meer, is niet meer zomaar iets. Dat is nu al het brandende thema in de politieke arena. En dat is de, eh, eh, i, i, tot en met identiteitspolitiek. Maar het is natuurlijk ook de basis van een, van een rechtsorde. Van ja, je moet je toch een vorm van gemeenschap voelen. Nou, als, dat, als wij taal eigenlijk nu als het enige hebben waardoor we onszelf als een geme samenhangende gemeenschap het, veruit het belangrijkste. Nou, dan bevorder je dus de cohesie door, door het Nederlands. Dan komt het dus, dat is het sociale argument. Eh, het was niet voor niets dat we rond die multiculturele samenleving op een gegeven moment dat debat krijgen. En wat was toen het woord? Taal, taal, taal. Zorg dat ze Nederlands gaan leren. Eh, dus dus eh, niet ja. meer die. Eh, Integratie door de beheersing Integratie van het Nederlands. Door, door, door het Nederlands. Om, om te, precies om die bubbels te, tegen te gaan. Wat we dus nu bij de hoogopgeleide prima vinden. zit maar in je bubbel. Ja. dat vonden we dus heel slecht voor de lageropgeleide. want die gingen vervreemden. En, en, en rare dingen doen. Nou, dat gebeurt natuurlijk aan de bovenkant ook, die vervreemding. Ja. Dat, is, dat is evident. Maar goed, het eh, tweede eh, belangrijke onderdeel. Eh, als we het dan hebben over die cultuur. dan hebben we het ook altijd over een geleding. en over een samenhang. over relaties. Nou, wat natuurlijk ongelooflijk belangrijk is. Is dat de, de, de bovenkant eh, van de samenleving het contact bewaart met de onderkant? Eh, de, de meeste revoluties ontstaan wanneer dat fout gaat, eh, wanneer die elkaar niet meer begrijpen, wanneer het die, die vervreemding wanneer het gevoel van onrecht is, een miskenning, noem maar op. Nou, zorg dan dus dat je in ieder geval eh, één gemeenschappelijke noemer hebt, dat is dat je de, het, het Nederlands spreekt zodat er zodat inderdaad die communicatie ophoort. Dat die kloof tussen hoger en lager opgeleide. Dus die mensen met die meer globalistisch zijn ingesteld en die mensen die meer lokaal zijn ingesteld, dat die, dat die wordt uh, uh, gedicht. Um, dat je de verschillende, zoals we het net over hadden, ook verschillende etniciteiten in ieder geval uh, ook, ook uh, dat Nederlands bijbrengt eh, als de, 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 de gemeene delen. Uh, deer had ik moeten zeggen trouwens, maar, uh, maar dit te zeggen. Dus, dus het is voor die sociale cohesie heel belangrijk voor uh, hoger laag opgeleid en tot slot en dat geven wij ook als argument uh, voor dat hele onderwijsgebouw. Uh, uh, want je wil dat je onderwijs steeds gevoed wordt vanuit uh, de, de universiteiten. En, en, en onze kritiek is al lang geweest. Universiteiten maken zich los van hun plek. Die globaliseren, die dislokaliseren. Die, 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 die raken dus eigenlijk vervreemd van die ja. uh, lo, lokale uh, omgeving. Maar ook van de rest van het onderwijs. Hè? En, en, uh, want ja, je kunt je vakterminologie. Als het ware niet meer vanzelf doorgeven op middelbare schoolniveau. Ja. Uh, de vakliteratuur, um, de lesmethode. Ja. Um, dus... Daardoor zie je ook dat op het mbo en het hbo uh, opeens heel andere typen kennis worden onderwezen dan op het wo-niveau. Dus er is echt een, 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 een kloof aan ontstaan tussen die verschillende onderwijsniveau. Nu zie je dat de minister van Onderwijs, Robert Dijkgraaf, die wil graag dat wij dat verschil ook niet meer hiërarchisch begrijpen, maar meer als een waaier. En dan kun je natuurlijk zeggen. Dat is een eufemistische manier van eigenlijk verbloemen. Dat er wel degelijk een nou, kwaliteitsverschil is. Dat, is. dat moeten we ook serieus nemen: dat, dat, dat het misschien een verbloeming is. Maar als je, de argumenta, als je zijn wens volgt, die politieke richting. dan wil hij dus eigenlijk dat er meer verbinding komt. Ja. En meer erkenning voor het MBO en het HBO. Ja, nou ja, maar nou, een daar van ben de, ik op een zich van de, helemaal voor. Ja, nou, uiteraard. Ja. Nou, een van de eerste uh, dingen die dan bij mij opkomt is: van dan wil je dus dat stapelen. Vergemakkelijk wordt. Ja. Dus niet in de zin van um, niveauverlaging, maar dat je mensen serieus helpt om op het volgende niveau door te kunnen. Ja, maar ook zorgt dat de kennisuitwisseling plaatsvindt. Ja, want dat, ja, en dat ja, heeft dus met elkaar een... te maken. Hè? Want eh? dan leer je dus iets op, het, op hogeschoolniveau wat jou kan helpen op academisch niveau. Eh, precies. En, en, en weet je dus ook wat er uh, op, uh, op, op uh, academisch niveau gebeurt, wat daar de minimum eisen zijn, wat er vakmatig Eigenlijk nodig is. De universiteiten uh, maken dat ook duidelijk, die stellen ook die, uh, die grens, maar ze bieden ook het, het lesmateriaal en ze zorgen mede voor het lesmateriaal, waardoor je dus op de juiste manier binnenkomt. Um, he, dus dat die verbinding uh, organisch uh, blijft. En um, wat wij zeggen is juist dat die de, de, door die, die enorme verengelsing, dat die verwijdering tussen die uh, academie en, en de rest van het ondergebouw, onderwijsgebouw... dat die uh, alleen maar toeneemt. Oh, het, is, um, het is eigenlijk nog erger, want de verwijdering zit hem al in de universiteit zelf. Ja, zeker. Dus academici ja. die vooral onderzoek willen doen... en in uh, uh, communicatie via Engelstalige tijdschriften... in peer-review ja. tijdschriften... Uh, met elkaar uh, de wereld rondreizen, elkaar conferentie bezoeken... en het onderwijs eigenlijk ja. als soort van... Second best manier van het inrichten van hun werk vinden. Ja. En dan laat staan dat ze nog nadenken over hoe een onderwijs- en onderzoekspraktijk uh, kan helpen ja. om de kwaliteit dus, op de hogeschool en, en het MBO dus, te schoonlijnen. Dus, dus, dus ik zeg, uh, da daarmee zorg je niet voor je eigen kweek en ondermijn je dus eigenlijk ook in dat opzicht je eigen toekomst. Hè? Want je hebt, Um, want het betekent dat talent um, uh, in, in toenemende, wanneer de rest van je onderwijsgebouw niet heel orde is, dan moeten de uh, talenten toenemende mate gekocht worden in het buitenland. Zoals bij uh, het verschil tussen, laten we zeggen, Barcelona en, uh, en Ajax. Kruijf uh, heeft dat heel goed gezien. En ik denk ook dat dat het model moet zijn voor het onderwijs. Hè. De topclubs moeten zich verantwoordelijk voelen voor uh, het hele voetbalgebouw. Ja. Moeten zorgen dat, uh, dat er via, via scouting, maar ook via bepaalde trainingsprogramma's, eh, dat, dat je het Nederlandse voetbal, uh, eh, de stijl van het Nederlandse voetbal bijbrengt. Eh, dat je zorgt dat die, dat die lijnen uh, goed blijven lopen. En dat je nu, dat is natuurlijk ook, eh, bijvoorbeeld bij die transfers, dat er ook weer geld gaat naar die, uh, naar die clubs in de, in de provincie en ja. in de Polder. Er er zat, dat doet me denken aan die voetbalveldjes in Amsterdam, die kruifvelden. Ja. Die ook vaak op hele rare plekken liggen. En uh, hij, heeft, hij heeft zich daar denk ik wel hard voor gemaakt. Want absoluut, absoluut. Nee, dat was helemaal zijn idee. Maar dat, dat, is, ja. dat, is, dat, is, dat klopt er natuurlijk helemaal. Ja. Je moet zorgen dat, het, dat, dat de, ja, de, uh, de humus, de bodem, ja. dat die uh, wordt gecultiveerd. En dan soms schiet daar een mooie bloem in omhoog. Ja, maar dat, 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 dat bouwt maar ga... zich ook op die manier op. Maar dan moet je dus wel... Weten wat daar speelt. Je moet betrokken zijn. Uh, je moet ook de taal spreken van die mensen. Ja. Of we moeten. En dat kan ook dat we zeggen: jongens, we schaffen het Nederlands gewoon af. Eh, we, 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 gaan, we gaan het uitfaseren. Um, we nou, daar zijn we mee bezig. Ja, nou, dat zijn we dus niet. Dit, ja, dus, ja er dus wordt dus heel nu uitgefaseerd. Gefaseerd. Ja, je ziet nu dus dat. wat je noemt ja. zelf, die getallen al. Hè? Dus even herhalen. Ja. 40% van de eerstejaarsstudenten studenten komt al ja. uit het buitenland. Ja. Dus dan ben je al aan het uitfaseren. Ja, dat is waar. wat. Dat maar, betekent dat je in het derde jaar eigenlijk gaat zeggen. Ja, dat Nederlands college, laten we het ook maar in het Engels doen, want dat is minder werk. Dan kan ik ja. namelijk lekker onderzoek doen. Dat, dat begrijp ik ook best. Het is ook al druk op een universiteit. Dus ik snap best dat mensen denken: ik wil mijn werk efficiënter inrichten. Maar het Nederlands is dan wel uh, kind van rekening. Z zonder en meer. Je voelt dat dus nu al aankomen. Maar ja, dit... ondertussen zitten we s'avonds wel naar, naar Jinek te kijken of Football International. En, en daar zitten we niet ja. Engels met elkaar aan tafel uh, te praten, maar dan praten we Nederlands met de typische Johan Derksen-grappen die daarbij uh, ja. horen. Nou, zeg, dus zeg je me wat, want het niveau van die tv-programma's is wel gedaald. Nou ja, Overigens groot. ook van de opiniepagina's op de Grote ja. Kranten. En dat hangt ja. ook toch wel weer samen Absoluut. met dus dat die academische taal niet daardoorheen. Uh... Zeker, maar het geeft ook aan dat het Vloeit. Het grote publiek zit dus niet dan te kijken naar, uh, naar die uh, Engelse programma's aan die tafel, uh, maar, maar die zit dus uh, naar, uh, naar een Nederlandse tafel te kijken. En um, ik kan zeggen, nou ja, dat is een overgangsverschijnsel. Nou, als dat zo is, dan denk ik dat we uh, dat, uh, een enorme maatschappelijke kloof uh, zullen gaan zien. Waarbij echt mensen letterlijk in twee werelden gaan leven. Waar een deel dus gewoon, ja, dat wordt Nederlands de provincietaal. Maar wat, is dat, wat betekent dat voor je democratie? Wat betekent dat voor je bestuur? Wat betekent dat voor je rechtspraak? Ik bedoel, dan valt een land dus cultureel gesproken echt uit elkaar. Dat is. Uh, uh, en en um, ja, dat, dat is dus zelf een politieke uh, keuze. Ja. En, ik, en ik denk dus om die reden um, dat, dat deze kwestie gepolitiseerd moet worden. Nogmaals, niet tegen het Engels, want daar gaat het helemaal niet om. Ja. Maar juist voor taal, voor meertaligheid. En ook voor, in ieder geval voor het cultiveren en behoud van Nederlands uh, ja. in, in een uh, wetenschappelijk-academische context. Hoe kijk jij nou naar de, naar de opkomst van die university colleges? Even te schetsen voor de kijkers. Uh, we hebben een nieuwe onderwijslaag in Nederland. De, meestal de gymnasiasten gaan daarheen. Dat is een uh, type universiteit. zit eigenlijk in veel grote steden. University colleges heet het. En daarin uh, studeer je heel generiek, heel breed. Uh, bijvoorbeeld uh, een combinatie van recht, bestuurskunde en uh, natuurkunde. Heel brede studies. Die duren vaak twee jaar, drie jaar. Drie jaar, dat is een bachelor. Dat is een bachelor. En uh, daar moet je een hoog cijfer voor hebben als je daar binnenkomt. Dus ja. uh, een hoog cijfer gemiddelde. En dat betekent dus dat uh, de elite daar zit, hè, de echte competenten. En uh, die, nou ja. Uh, uh, in ze in hebben de, daar echt in een, hoge ingangsheizen. Ja, in een bepaald opzicht. Tegelijkertijd hoor je ook nog wel, in, het, in ieder geval op de universiteit, ook echt wel klachten door het feit precies dat die, die uh, studenten zo breed zijn opgeleid en daardoor vaak disciplinair gewoon te weinig ondergrond. Uh, Krijgen wanneer ze in een volgend uh, mastertraject uh, uh, terecht willen komen. Maar ja, kijk, op zichzelf uh, 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 ja, ben ik gewoon tegen die eenzijdige Engelstalige uh, ja. gerichtheid. Ik bedoel, ik, ik vind dat niet goed in een Nederlandse context. Uh, je moet ook uh, jezelf goed leren uitdrukken in woord en uh, geschrift. Je moet uh, ook academisch leren schrijven. Ik had, ik had recent een, een, een afstuderen, en uh, jij was er trouwens bij, want je was, uh, je was de tweede lezer. En, maar um, van um, een student die uh, on, uh, mij toesprak of ons toesprak. Um, uh, dat hij uh, één ding uh, voor de rest van zijn leven in ieder geval mee zou nemen. Naast alle uh, uh, kennis en de goede tijd die hij die, die gehad had op de universiteit. Op maar dat is dat hij had leren uh, uh, schrijven en spreken en lezen. Ja. En, um, ja, en ik denk dat dat, uh, dat, dat, uh, dat, dat ook klopt. Dat, en, en, en hij zei dat um, uh, terwijl hij um, eigenlijk met tranen in zijn ogen uh, uh, naar ons keek, en, en uh, daarmee ook te kennen gaf hoe belangrijk die ontdekking van uh, die taalvaardigheid en die, en die ontwikkeling daarvan. Voor hem was uh, geweest. Nou, nou wij, ik... wij horen dat vaker van studenten. Het is ja. wel goed om even aan de kijker ook uit te leggen. Dus, we hebben op de Vrije Universiteit een studie: Filosofie van Cultuur en Bestuur. Ja. En daar kun je college volgen. Het is een masteropleiding, meerjarige masteropleiding. En uh, die rond je af met een scriptie en een scriptieverdediging. En dat gebeurt eigenlijk aan geen enkele Nederlandse universiteit meer. En wat er dan eigenlijk gebeurt: je nodigt je ouders en vrienden uit. En je verdedigt ten overstaan van dat bredere publiek je scriptie. Ten overstaan van je begeleider, in dit geval was het van Brugge. En de tweede lezer, die dan objectief de scriptie niet kent en de scriptie goed bestudeert, en de, de scribent aan een ondervraging onderwerpt. En dat is een serieuze ondervraging. Een echte scriptieverdediging van eigenlijk een dik uur. En uh, dan kun je laten zien dat je eigenlijk als academicus, als afgestudeerde. Um, serieus nu ook uh, toetreedt tot de academische gemeenschap... in de zin van je bent zelf ook in staat om... als gelijken met elkaar te sparren over een wijsgerig praktisch thema. Het ja, is filosofie van cultuur en bestuur. Ja. En studenten vinden dat echt tof. En wij vinden dat zelf natuurlijk ook leuk... want dat is, je neemt elkaar dan ook serieus. Ja. En dat is ook voor ons leuk, omdat het een uh, serieus gesprek is. Dus de, die student krijgt gewoon het vuur aan de schenen gelegd. We zouden het eigenlijk een keer moeten opnemen. Ja. Maar, dus uh, ja. heb, je, heb je een bachelor in de sociale wetenschappen... ben je ook wijsgerig geïnteresseerd... Dan kun je wat vakken... Of een bachelor in de filosofie, hè, ja. voor de duidelijkheid. Ja. Want heel, en, heel veel fi, uh, mensen die ook filosofie gedaan hebben... vinden dit toch een bijzondere uitdaging. Het is, het is, het is niet een... Uh, het is praktische filosofie. Het is geen filosofie, ja. filosofie light. Nee. Het is nee. continentale filosofie. Ja. Duitse denkers. Ja. Ook wel Engelsen, Fransen, Griekse. Ja. Uh, het is een vrij heftige Nederlandse. studie. Nederlandse. Ja. ja. Een heftige studie in de zin van je verandert er echt... Wel. En in ieder geval dus je... Uh, je vermogen tot, ja dat hij dat zo zegt lezen, ja. spreken, schrijven het klinkt zo eenvoudig, maar we bedoelen dus echt lezen, ja. schrijven, spreken, dus ja. dat je zelf Aristoteles kan lezen, of zelf gewoon een paper kunt schrijven, wilt schrijven en dat het ook lukt ja. en dat, ja. is nog, dat is nog iets de, anders dat dan je... dat je gewoon wat op papier zet nee, echt dat het goed is ja. maar goed, je weet ook, uh, ja, we beginnen gewoon met taalles in, uh, de, de, in het masterprogramma, omdat heel veel studenten daar echt moeite mee hebben en dan uh, dat zit echt op het niveau van de zinsbouw en het gebruik van leestekens, uh, grammatica, uh, ja. nou, en, en, en vervolgens uh, uh, zorgen we natuurlijk dat dat tot bloei komt door uh, veel met schrijfopdrachten te werken. Maar ook hier geldt weer, daar moet je dus wel tijd in investeren. Uh, ja. En als je dus een massa-universiteit hebt... Uh, ja. Zonder inspirerende docenten, zonder medestudenten die zich daar ook aan geven, Dan gebeurt dat niet. Nee. En dat is wat je natuurlijk op heel veel uh, opleidingen nu uh, ziet: dat er simpelweg niet meer de tijd voor is, dat men alles in meer keuze ja. moet doen. Dus dat mensen ook niet hebben leren schrijven, ja. ook niet meer die taalgevoeligheid hebben. En, en ik denk dat dat dus uh, het ontwikkelen van je, van je taalvermogen en een, um, een zekere gevoeligheid daaromtrend, uh, is, is heel belangrijk om, om, om bij jezelf ook eigenlijk te kunnen registreren en waar te nemen wat er gaande is. Dus niet alleen in de wereld. Maar ook, uh, hey, hoe voel ik me daarover? Uh, ben ik terneergeslagen? Ben ik uh, bedroefd? Uh, ben ik uh, verveeld? Oh. Voel ik me leeg? Voel ik me. Uh, uh, ja, uh, is, 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 het, uh, is, is de situatie. Uh, uh, dus dus ja, wat ik mij aan wil geven, je hebt de, 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 ook de rijkdom van taal uh, nodig om eigenlijk beter. Uh, voor jezelf helder te krijgen wat er speelt. Ja. En, en... Nou ben ik door dat scenario wat je zo even schetste over de mogelijke toekomst van het Nederlandse onderwijsmodel ook wel boos had. Dus ik word er boos van. Dat ik denk van stel dat we het Nederlands uitfaceren. Dat kunnen we gewoon doen. En dan je, dat is natuurlijk dat, het risico. Dat, ja, je kunt het doen, maar je zou ook kunnen zeggen dat het nu een gevolg is van niet handelen. Want jij zei ja. zo even: die overstappen op het Engels. Als, als de kerntaal op de universiteit is een politieke keuze. Dat vond ik een mooie verwoording. Daarmee impliceer je eigenlijk ook dat misschien het proces van globalisering zelf wel een politieke keuze is. Maar dat is weer een andere discussie. Absoluut. Maar het is wel een keuze. Die dat als... zien we nu toch? Ik bedoel, we zien nu toch dat er een sprake is van deglobalisering. We zien nu toch dat uh, er, er in, in, in Zweden een veel nationalistischer uh, uh, wind waait. Dat het in Italië gaande is, dat het in Frankrijk gaande is. Uh, daar hoef je verder niet. Uh, bijzonder intelligent voor te zijn. Je moet gewoon om je heen kijken en een ja. beetje de trend uh, volgen. Sterker nog, ik denk dat het belangrijk is dat je onderbuik in orde is. Uh, en, en, en dan weet je ook dat dat, uh, dat thema hier ook speelt bij ons. Uh, waarom hangen uh, de boeren de Nederlandse vlag ondersteboven? Uh, land in nood. Uh, dat is de, de, daar speelt ook een nationaal uh, ja. sentiment doorheen. Ja, en, uh, het gevoel niet meer in eigen land te leven. Waar ik naartoe wilde ook, het is wel een beetje een omweg, maar uh, het is niet alleen een keuze. Het is ook een, een bestuursmodel waarin we op de een of andere manier denken geen keuzes te maken, maar onszelf globalistisch georiënteerd gedrag ja. afdwingen. Onder andere met de financiering zelf. Dus de manier waarop universiteiten gefinancierd worden. Ja, ja. ja wij de, kaarten dat ook aan. Hè? Dus al, ja. al, uh, dit, is, dit is gewoon een soort logica van schaalvergroting. Van uh, beloning voor student en dan uh, niet meer een verhaal daarachter, maar gewoon puur kwantiteit. En je mag niet meer vanwege het Europese stelsel discrimineren. Dus waar die studenten vandaan komen, maakt niet uit. Daarmee is dat ook gewoon een markt. Um, ja, een onderwijsmarkt. Je, ja, waarmee, ja, het is een onderwijsmarkt waarmee je je eigen aandeel kan vergroten. Doet de ene universiteit het, dan moet de andere het ook. Want anders uh, hebben ze minder inkomsten. Dus je ziet ook echt. Het is het failliet van een bepaald besturingsmodel. Eh, wat niet meer draait om de elementaire vraag: in hoeverre eh, zijn onze wetten en maatregelen nou echt gericht op een gemeenschappelijk goed. En, en, en binnen je instellingen is dat bewustzijn vervolgens ook afwezig. Dus, dus, dus de, de, de overheid doet het niet, de, de, de instellingen doen het niet. En ja, dan eh, voltrekt het zich. Uh, zoals ik ja. zo even heb geschetst. En, Alsof en het en... geen keuze is. Alsof het... Nou ja, voltrekt, ja. Het voltrekt, het voltrekt ja, zich Ja, dat is, is gewoon de logica. Zo zegt... maak je carrière. Zo behoud je studies. Ja, en iedereen zegt... Ach, het is globalisering. Ja. Weet je. Uh, ja. Dus ja... Uh, en dus ondertussen de... zie je ook dus... Dat de, dat de inhoudelijke vorm van wat studeren is veranderd. Dus kennis wordt eigenlijk informatieuitwisseling. Ja. Uh, studeren wordt minder en minder beelddoen. Ik zei al even dat je bij ons nog een scriptieverdediging hebt. Dat is afgeschaft, kostte veel tijd. Ja, dat ja. komt omdat de universiteit te groot geworden is. Dat komt weer, omdat bijna de helft van de studenten gewoon niet eens uit Nederland komt en hier komt studeren. Ja. Ja, uh, internationalisering, dat is op zich goed. Dat is die meertaligheid, internationalisering. Maar de overname door buitenlanders, door het Engels, ja. maakt dat het heel moeilijk is om je eigen... Tradities van onderwijs te blijven cultiveren. Nou ja, en, en, en vervolgens studeer je af ja. en studenten kijken dan ook terug op zijn studie en denken dan: ja, ja wat stelde het eigenlijk voor? Ja, nou, en, wat dat stelde denk, het eigenlijk voor. Ja, dat denken ze bij ons gelukkig, uh, dan weten ze wel wat nee, het voorstel Nee, in maar, tegendeel, je krijgt vaak e-mails van ja. studenten die zeggen: van... Ik volgde je college en dat was precies waarom ik op de universiteit studeerde. Ja. Wat geweldig, ik ben nu dit aan het lezen en dat aan het lezen, ik wil je bedanken. En ja. dat ze blij zijn met feedback op het tentamen. Nee, ik, ik uh, vecht daar daartegen, dat weet jij ook. Ja. Nee, zeker. Ja, nee, kijk, uh, nogmaals, ik ben natuurlijk ook uh, regelmatig boos geweest. En nog steeds boos, maar um, je moet niet een bozige man worden. Hè? Dus we moeten wel een beetje blijven lachen. Um, hè? Want uh, anders krijg je dat weer naar je hoofd geslingerd. Dus de, de, maar het is natuurlijk, je bent ook verontwaardigd. Omdat een waarde is geschonden. Hè? Dat is, het, is het is eigenlijk vooral verontwaardiging. Ik denk van. Ja. En, Welke waarde is het nou? Dan? Nou, dus de, de, de waarde van um, ja, je, je, je landstaal, je moerstaal je zegt dat dat, dat een, iets is wat je ook in ere houdt, wat je, uh, ja, je bent erin opgegroeid en je zorgt ervoor en je geeft dat door. Hè? Um, omdat het, uh, omdat het uh, de wereld is waartoe je behoort en die je dierbaar is en uh, waar je dus ook voor wilt zorgen. Uh, en je had het net over, uh, over de kranten, we hebben het over media. Ja, dan hebben we het dus ook allemaal over talige uh, culturele manifestaties, die moeten worden gevoed um, vanuit uh, de academische wereld. Ja, en en dan, is dat niet gebeurd uh, direct, dan? indirect. Nou, dan krijgen we gewoon uh, cultuurverlies, verschraling. Ja. Uh, tot en met barbarij. Ja, maar ook geestelijke verschraling. Hè? Dus Absoluut. dat mensen uh, nog niet meer kunnen oordelen over het nieuws. Denken in, in schablonen, in clichés. Ja. In die zin kun je ook de, de dominantie van die woke-idealen. Dat is ook een, een invulling van eigenlijk een, een um, gebrek aan genuanceerdheid. Om gebrek aan verschil kunnen zien. Dus kleurtonen kunnen onderscheiden. En, in, in debatten um, ja. kunnen nadenken over ja wat is nou betekent nou duurzaamheid precies bijvoorbeeld wat is, wat is biodiversiteit wat is ja. stik, wat is stikstof dat zijn ook vragen die je kunt stellen en het vereist inzet het bestudering van een bepaalde taal bijvoorbeeld van een uh, ecoloog om te begrijpen wat daar die, de schakeringen daarvan zijn hè? wat 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 zijn de betekenis schakeringen in in duurzaamheid Zeker. En als je dat niet als je dat niet uh, kunt en je er niet meer uh, ...toe kunt zetten om daar in midden in de middag in te verdiepen... ...en als je studie niet goed is genoeg, genoeg is geweest... Dat, ...dat je daar veel meer dan een middag voor nodig hebt überhaupt... ...ja, dan ga je snel keuzes maken hè, en shortcuts nemen... Maar als maar goed Nederlands te zeggen. Nou ja. Nee. nee, ik, nee, kijk, nee. Weet je, altijd ik vind Mensen vertrouwen mij daar al vaker op. Zo'n zo Engels woord door, Daar is dus helemaal nee, niets mis nee, mee. Nee, dat is ook nee leuk. Het, gaat, het gaat erom dat, is leuk. dat je dus helemaal in het Engels over. Dat is een joke, joh. Dat is een joke. Nee, maar. Dat uh, uh, is helemaal, helemaal waar. En uh, wat, ik nog, wat ik nog belangrijker vind. Uh, is, is in de, inderdaad het, uh, het gesprek. Dus. dus niet voor niets doen we dat hier aan tafel. En wij leren, denk ik, allebei uh, ongelooflijk veel van al die gasten die je op bezoek krijgt. Uh, uh, oh. En dat dat uh, ook omdat je met verschillende werelden in aanraking komt. En, en, en daardoor dus ook uh, meer dan veel van onze uh, collega's uh, uh, ja, voeling houdt met, met wat er. Daar speelt en, en wat er leeft. Uh, ja. um, en, en dat hangt dus inderdaad ook samen met, uh, met de taal die men daar spreekt. Uh, hoe ze over iets uh, uh, nadenken. Uh, wat voor woorden voor hen van belang zijn. Uh, en, hoe en, ze en... bronnen interpreteren. Ja. Hoe ze getallen inzetten. Ja. Ja, het en... heeft te maken met woordkeuze, maar ook met hoe ze omgaan met dingen die eigenlijk niet-talig zijn. Hoe ze dingen vertalen. Ja. ja. En naar nou, ons gesprek toe. Nou ja, en, dat is, en, en ik denk dat, dat een van de grote problemen maatschappelijk inderdaad is, eh, en dat raakt ook een beetje aan mijn uh, staat van verwarring, eh, maar dat die ontlijving, eh, dus dat, 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 dat we in een fase zitten waarin we in onze cultuur eh, onder invloed van moderne technologie en met, eh, met name ook door uh, de, de digitale revolutie uh, ja, steeds meer hoofdantwoorden zijn. En dat dat lichaam op, op, op allerlei manieren um, verwaarloosd wordt. Dat we daar uh, de voeling mee uh, verliezen. Um, en dat dat hoofd uh, met impressies werkt en met uh, um, modellen, met uh, uh, ook clichés. Maar dat we het gevoel daaronder eigenlijk uh, uh, kwijtraken. Dus ook de, de gevoeligheid. Um, uh, die te maken heeft met je omgeving, wat er gaande is, uh, zowel tussen mensen als in relatie tot uh, de, de levende natuur. Maar dat is ook ons maatschappelijk lichaam, um, he, dus dat wat zich in, in zekere zin in zo'nzelfde uh, uh, verwaarlozing uh, ondergaat. Dus dat, dat he, die kloof tussen de boeren, he, de aarde, he, het lichamelijke bestaan, vegetatief en, en de haag. Dat is eigenlijk hetzelfde. En dat, dat Engels hoort dus bij, bij uh, dat hoofdworden. Uh, in een uh, uh, digila, digitaliserende en virtuele wereld, van, van modellen, van schablonen, van, waar, waar de intelligentia zich dan in, in, in beweegt. Maar die eigenlijk die, 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 die maatschappelijke voeling kwijtraken. En, en die splijting. Um, die, die voltrekt zich, denk ik, uh, op persoonlijk vlak uh, in, in organisaties, maar ook uh, uh, po politiek, en, en die wreekt zich. En ja. je merkt dat de, de, de crisis, hè, dat heeft natuurlijk ook te maken met scheiding, uh, de, de, de crisis waar we in zitten, dan raken wij natuurlijk ook aan mijn boekje gezagscrisis, Een heel mooi Nederlands woord trouwens, um, hè, dat gezag, zie je dat maar eens te vertalen. Um, ja, bij ja. Weber is het nog hechtschaft, Ja, nou ja, dat is wat anders dan gezag, hè? Ja, nee, daarop zeg ik het ook. Dus, dus de heerschappij. Uh, ja. Er zit, er zit macht veel meer in. Ja, en ons gezag, ja. eh, daar zit eh, eigenlijk al die erkenning op. Ont, ontzag, ont, 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 ja. Ont, ontzag, die wat hangt ook weer samen met spreken, gezeggen, iemand iets gezeggen. Nou ja, goed, daar hebben we het nog wel over als mijn boekje binnenkort uitkomt. Maar, maar, maar die gezagscrisis. Hangt ook inderdaad al sa samen met die, met die ja, laten we zeggen, die eh, eh, anglofone transformatie, eh, waarin ook een, euh, wel op een andere manier leiding zijn gegeven, business models zijn geïntroduceerd, waarin inderdaad uh, 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 een man uh, 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 yeah, managersbovenlaag is ontstaan, alleen al woord het woord dat manager. Het komt natuurlijk echt uit Engels. Vroeger hadden we dat, we kenden het woord niet eens. Ja, het komt van het Italiaans uiteindelijk, hè? Ja, maar dus het is het gek is... genoeg het, het, het paard. Het, ja, het uh, uh, ja, in onze manege. Maar, uh, ja. hè? Ma, ma, maar, nee, het, maar het heeft natuurlijk gewoon in ja. het Engels. Uh, in de Engelse variant is het, het, het top-down, hè? Ja, van boven, van boven. En daar ja. zijn ze natuurlijk steeds meer. Ja. We hebben een soort corporatistisch uh, Nederland gecreëerd, zeker bij de semi-overheid. Van vergroten... Uh, ja. Nou ja, niet alleen die zeeuwen overheid, ook die universiteiten dus. Hè? De nee, universiteiten zeker, die zeker. zelf dus ja. ook onderdeel zijn van de, van de koppen van Nederland. Hè? In Duits uh, heb je dat woord verkopft. Ja. Dus dat is te, te ver, uh, verhoofdelijk de uh, ja. uh, maatschappelijke elite die tegelijkertijd ook zenuwachtig... Nou, ja, dat is hetzelfde thema. Ja, ja, heel hoofd. ja, ja, ja. Nee, daarom zeg ik het ook. Het is dus heel erg zenuwachtig. Daarom, dus ook, daarom, dus die ze is, die, die, is, die dat... hoofden zijn zo zenuwachtig. Dat, dus is, die... dat is denk ik een van de redenen waarom je die Zeeuwse tongval nog bij mij hoort, uh, Jelle. Ik kan natuurlijk wel iets anders spreken, maar... Je doet het ook bewust. Nee, maar zolang ik serieus blijf... en in ieder geval iets daarvan vasthoud... dan blijft die borstklas meeklinken. Dat haar komt meer hier, vanuit de aarde, zeg maar. Het is wel mooi dat je het zegt, want de hartsruimte... en de onderbuik, zoals je hem eerder benoemde... die missen ook heel veel beleid. Nee, daarom zeg ik het ook. Het is niet voor niks dat ik zelfs mijn stem... Mijn manier van schrijven uh, die, uh, en, ja. en waar ik mee bezig ben, hangen we wel in dat opzicht met elkaar samen. Er heeft iets met die verbinding van doen. Ja, die lichamelijke verbinding, ook naar het maatschappelijke lichaam, ja. uh, maakt ook maatvoering uh, mogelijk. Ja. Dus die, die, dat niet in modellen en in uh, abstracta denken, maar uh, denken in verschil. en Echt het is echte het is, de diversiteit zien. Het, het is natuurlijk echt uh, de opkomst van de klerk. Hè? Het, is de, het is de rekenaar, de boekhouder. Hè? Uh, de, 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 en, en, en de geldwereld in Nederland, met name in de Randstad natuurlijk, altijd heel sterk uh, is geweest. Uh, maar die geldwereld hangt samen met het mathematische rekenen. En met modelleren, en met kwantificeren. Dus daar, daar, daar zit ook een... Uh, en daar zijn we heel goed in. En, en, en ook daar heb ik best wel respect voor. Maar de... De keerzijde is wel de, uh, ja, denk ik de, de ongevoeligheid die daardoor uh, ontstaat. En dat is denk ik ook wel weer een verschil tussen hoogopgeleid randstad en, en, en meer platteland. Ja. Hè, dus dat, dat daar echt een ander soort levensgevoel. Uh, Minder oppervlakkig. Meer, meer verticaal, meer lichamelijk ook in de ja, ja, richting. Ja, ja, denk ik wel. Dus het is dus in het platteland iets, iets meer uh, integraal. Ja. En dat het hoofd in de Randstad toch wel heel erg uh, dominant is. Ja, het gaat om begrijpen, Met... niet om resoneren. Ja, en dan, ja. dan ga, ga je langs... en grijpen, begrijpen en grijpen en berekenen en, ja. uh, en bemachtigen. En, um, dus er zit, er zit, er zit iets. iets nou, het lijkt in dat opzicht wellicht ook. Ik denk aan de VOC en, uh, uh, en de, de, de Engelse uh, tegenhanger. Uh, wat was het ook alweer? de, uh, West no India de, West... de... de East India Company. Ja, yeah, East, yeah, East India de... Company, denk ik. Ja. Ja, maar, maar, maar de, de, dat waren natuurlijk echt um, ja, wel, wel bewegingen die, die met die zeevaart en handel te maken hadden. Die zat trouwens ook al in Zeeland, dus ik moet ook niet te, te, te sentimenteel uh, uh, worden daarover. Maar, maar goed, het, het houdt denk ik wel verband met... Een hele uh, dubbelzinnige geschiedenis, dat mag wel duidelijk zijn. Zeeland sowieso, maar... Ja, maar um, uh, ik... ja, dus, dus dit, 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 dit is wel het grote kader waarin uh, zo'n brief ook staat. Ja. Het gaat natuurlijk over. Uh, Goed de, dat de, je daar nu over van ontwikkeling. Ja, ik ja. wilde namelijk daar nog één ding over zeggen. Van, uh, ook naar de kijkers toe. Lees die brief eens. Ja. Uh, ook om, precies om de taal die uh, Felix Huigen en Adverbrugge hierin gebruiken. Uh, namens Beter Onderwijs Nederland. Want uh, die taal die is weer, toch weer anders dan dit gesprek. Het is een formele brief. Hij is een duidelijk formele... gericht ja. aan de minister van Onderwijs. En nogmaals, de, uh, uh, wij beogen, want ik uh, beschouw me toch ook als ondertekenaar van de, van de ja. brief, uh, daarmee nog eens uh, de minister van argumenten te voorzien om uh, anders te denken over die uh, dominantie van het Engels. Van wat zijn nou eigenlijk de argumenten voor het belang van Nederlands als academische taal? En ik denk wel dat die brief dus in zijn puntigheid en zijn verwijzing naar het recht ook veel meer is. Ja. Uh, wat je als bestuurder verwacht van iemand uit het middenveld... die zich tegen een thema aanbemoeit. Ja. Dus dit is onze poging om medebeleid te maken. Ja. Dat is belangrijk. Ja, zeker. zeker. En misschien nog wel aardig ook. Uh, in de brief halen we ook de woorden aan van uh, aan Nuis... destijds van uh, D66. Dat is D66 die juist in de jaren negentig... heeft gezorgd voor het uh, wetsartikel... Te tegen onder andere de PvdA en Dit is destijds... die een heel sterk... Uh, uh, die weer eigenlijk gewoon van het Nederlands af wilden, uh, eh, om, om het ook in Maastricht uh, ja. uit te kunnen pakken. En um, uh, de Aad Nuis, die, die echt uh, vanuit zijn ja, culturele uh, liefde ook zegt, van, ja, maar dit wordt dus de, is een desastreuze effect op uh, ja, de, de, de hele de rol van de universiteit en de academische, de, 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 de wet, Nederlands als wetenschapstaal, en daarmee ook de culturele betekenis. Van dat Nederlands, wanneer, wanneer we dit uh, zomaar zijn gang laten gaan. En, ja. Ja, de ironie is uh, dat we dat toch gewoon hebben gedaan. Dat juist ook een, uh, van, van Engelshoven daar op geen enkele manier tegen het geweer is gekomen. Dus la, ja, laten we hopen dat uh, in, in ieder geval uh, Dijkgraaf iets gevoeliger is voor die argumenten. En dat er een bredere gevoeligheid gaat ontstaan. Want mensen, ik denk wel dat dit gesprek duidelijk maakt dat. Uh, de geschiedenis kan dus uh, zomaar een andere kant uitslaan. Het zou dus kunnen dat het Nederlands inderdaad wordt afgeschaft. En uh, als een bewuste keuze of als een systeemdwang. Uh, het is nu wel aan de gang. Dus we moeten ons in die zin wel mobiliseren. En daarom een oproep om uh, in ieder geval uh, dit gesprek uh, te liken. met mensen te bespreken die aan universiteiten werken, die zich hiermee bezighouden. En eenmalig toch even heel duidelijk te zeggen dat je lid moet worden van beter onderwijs Nederland als je dit een belangrijke strijd vindt. En dat uh, komt omdat je, als je je verenigt en uh, achter mensen schaart die uh, vergelijkbare boodschappen hebben dat op pennen, zich daar uh, tegenaan bemoeien, uh, dat je dan een, een vuist maakt. En ik snap ook wel dat je het niet met alles eens bent van uh, Beter Onderwijs Nederland, dat hoeft ook helemaal niet. Maar als je dit een belangrijk dossier vindt, zet je daar dan achter en help ons. Want uh, wij proberen dus hier um, eigenlijk het Nederlands als academische taal te behouden. En daarmee we hebben we het gesprek heel breed uitwaaiend ingezet. Er zijn wel andere. Uh, daarmee, discussies ook betrokken. Namelijk van wat, wat is Nederlanderschap zelf? Hoe verhoudt de universiteit zich tot het publieke debat? Wat doen wij hier bij de nieuwe wereld? Dus het is, het is niet alleen maar academisch interne discussie. Zo'n lidmaatschap kost helemaal niet veel. En het levert ons wel veel op. Omdat het natuurlijk ook druk geeft in de richting van Absoluut. de inspectie en de ministers. Ja, en even voor de duidelijkheid. Het gaat niet alleen over het academisch onderwijs. Hè. Wat we echt duidelijk, uh, hebben proberen duidelijk te maken... is dat die, die, die universiteit dus de spitsvorm van dat hele gebouw... En maar als, als daar dat Nederlands wordt verwaarloosd, dan raakt die verbinding eigenlijk met de rest van het onderwijsgebouw uh, uh, verbroken. En, en, en de huidige problemen die wij in het Nederlands onderwijs uh, uh, tegenkomen, ook het gebrek aan kwaliteit. Bijvoorbeeld ook op pabo's, dus als mensen uh, kinderen of kleinkinderen hebben uh, en ze, ze, ze verbazen zich over wat er op die scholen gebeurt... Nou, dat hangt samen uiteindelijk met wat, wat, wat de rol is van de universiteiten. Ja, dus de onderwijskundigen, uh, de pedagogen, die eigenlijk vervreemd zijn van de onderwijslijn in het gehele onderwijsgebouw. Ja. Niet allemaal, maar ja. het is geen vanzelfsprekendheid meer dat je in Nederland. Het nou, dat, dat woord alleen al, onderwijsgebouw, klinkt al archaïsch. Ja. Dat, dat is onderdeel van het probleem. Ja. Dus ja. Dat, we, dat we niet integraal nadenken, N nadenken. over onderwijs. Ja. ja, precies. Dat iedereen gewoon voor zich gehad. Ja, dus uh, ongelooflijk belangrijk. En, ja. en, en die kwestie van het Nederlands is daar uh, ja, onlosmakelijk mee verbonden. Ja. Hey, leuk als jullie ons laten weten wat jullie vonden van het gesprek door ook opmerkingen te maken. Daarbij merk ik dan ook weer op dat wij YouTube algoritmes proberen uh, te sturen, zodat dit gesprek door veel mensen wordt beluisterd. Dus als jij ergens op uh, liked en uh, opmerkingen maakt, dan heeft dat ook gewoon effect. Uh, YouTube beloont dat namelijk. Maar we zijn ook inhoudelijk, vooral inhoudelijk geïnteresseerd in jullie ervaringen rondom die verengelsing ja, en uh, argumenten, eventuele steun. Uh, laat het ons horen. Ook uh, wat jullie denken van het, wat mij betreft, horror scenario, dat altijd even schetste. Uh, Uitfaseren waar... van het Nederlands. Laten we afscheid nemen van het Nederlands. Ja, ja dat zou jullie ja. ook boos moeten maken. Ja. Dank voor het kijken. Ik ga maar een voortaan in het Engels doen. <laughs> the New World. Uh, yeah. Welkom to the New World. Welcome to the New World. Yeah.